stadgenoten. De wereld gaat weer open en een hoop monden ook. Om er van alles in te stoppen en in te gieten, maar vooral om van alles te schreeuwen, te kwekken en te bazelen. Zo hoorde ik deze week op de radio een kakker van de knak. De knakkers van de knak zijn natuurlijk fanatieke automobilisten. Deze knakworst had het gehad, helemaal gehad, met de 100 kilometer limiet. Die had hem zowat mentaal geknakt. Want ja, als knakkakker met een goed in de kakkerlak zittende bolide moet je kunnen scheuren. Het liefst natuurlijk met een bol knak in je kakhoofd. De knakzak wees op een enquête waaruit zou blijken dat de meerderheid dat ook wilde. Stikstof en milieu hadden daar niets mee te maken, al dus deze knakker. Er waren tegenwoordig auto's met een schonere uitstoot dan inlaat. Echt waar. Dan heb je dus geen auto, maar een zuiveringsinstallatie. Waarschijnlijk staat er ergens in Delft eentje in een laboratorium. Maar ja, als je onzin maar vaak genoeg herhaalt, dan gaat er altijd een aantal mensen in geloven. Maar genoeg over de non-vaxxers die zich nu ook in de hand- en voetbalwereld laten gelden. Handbalster Yvette Broch gaat niet mee naar Tokio omdat ze geen spuit wil. En dat in een sport die zo hard is dat de meeste speelsters geen 3 wedstrijden achter elkaar kunnen spelen. Zonder dat er met een spuit een blessurepijn moet worden onderdrukt. De meeste oranje spelers zijn wel ingespoten, maar je vraagt je af of ze wel het juiste goedje hebben gekregen. Het slome geschuif tegen Schotland doet ons vermoeden dat het eerder een spierverslappend middel is geweest. En jong oranje strompelde ook richting het oude normaal. 2-1 verliezen van Duitsland. Die uitslag kenden we helaas al heel erg lang. Het goede is dat het vanaf nu alleen maar beter kan. Het land is nog niet geheel in oranje stemming, behalve dan onze eigen Marktweg, die weer is uitgeroepen tot de mooiste Oranjestraat van Nederland. Dat deze straat ligt in een wijk die door velen kansarm wordt genoemd, ligt geheel in lijn met de potentie van onze nationale elf om Europees kampioen te worden. Ook in Duindorp zijn prachtige Oranjestraten, maar het vertrouwde wit-blauw van de show en drumfanfare Duindorp zal na 73 jaar niet meer te zien en te horen zijn. De jonge aanwas doet blijkbaar tegenwoordig liever iets anders met zijn adem en is van zichzelf al toeter. Ik heb vaak van ze genoten op Vlaggetjesdag bijvoorbeeld, maar vooral als ze op zaterdag op onze Frederik Hendriklaan een showtje kwamen geven. Heerlijk dorpsvermaak met als bonus dat ze het tergende draaiorgel wegbliezen en nagedane zaken doormarcheerden om elders de boel op stelte te zetten. Geen terugkeer dus voor hen naar het oude normaal zoals de knakkakker zo graag wil. En zoals iedereen blijkbaar wil. De lessen van de corona verdampen, we gaan weer in de consumptie overdrijven, de zon schijnt en dan moet er lawaai gemaakt worden. Zo ook bij de kabinetsformatie, waar de oude links-rechts tegenstelling weer van stal wordt gehaald. Met name door de zogenaamde Wopke Hoekstra van de samenleving, die met zijn angst voor PvdA en GroenLinks. Als je daar bang voor bent, ben je als voormalige superbal, heb je wel heel weinig ballen. Probeert te maskeren dat hij gewoon geen flauw idee heeft hoe het verder moet met het land. Hij emmert wat over onze veiligheid, alsof wij hier in een bandeloos ghetto leven. Misschien is Urk zijn referentiekader, dan geef ik hem gelijk. Hebben ze in Politiek Den Haag de afgelopen anderhalf jaar nou werkelijk niets anders kunnen bedenken dan knikknakkend terug te gaan naar het oude normaal? Denk toch eens out of the box, out of the box, en probeer eens wat anders. Waarom moet de NASA in godsnaam naar Venus? Het is daar hels, heet en giftig. Als je dat wil, dan kan je net zo goed een dagje naar Scheveningen bad gaan. En dat is nog een stuk goedkoper ook, als je er al komt. Alleen jammer voor die knakkakker dat hij bij het aanrijden van Scheveningen zijn gewenste snelheid never nooit zal halen. Hou je haags, bedenk eens een nieuw normaal, geniet van het goede, laat je niet knakken en tot snel.